vooral in het begin de kansen niet te benutten. Al moet gezegd dat daarbij ook wel pech een rol speelde. Dat was bijvoorbeeld het geval toen een kopbal van Barry Hulshoff door de paal gekeerd werd. Zelfs trainer Michels werd er wat somber van. Bovendien waren de uitvallen van Spartak zeker niet zonder gevaar. De Ajax-verdediging, die zonder Vazovic speelde, wist echter telkens op tijd in te grijpen. Nog enkele malen kwam Ajax dicht bij een doelpunt. Zoals hier bijvoorbeeld. Een handige paas van Zwart brengt de bal bij Danielsson, maar er is niemand om zijn voorzet af te ronden. Het publiek dat opeens een man een haas ziet vangen, kan dan plotseling juichen als een door Hulshoff ingekopte bal door Cruijff achter keeper Gerik wordt geplaatst. Er zijn dan 28 minuten gespeeld. Voordat de rust aanbreekt, krijgt Ajax nog een onverwachte kans. Maar schoten van Henk Groot worden tot tweemaal toegekeerd. De 65.000 in het stadion zien ook in de tweede helft een Cruijff die, gehinderd door een kuitblessure, maar op halve kracht kan spelen. Toch leidt een door hem genomen corner in de zevende minuut indirect tot een doelpunt. Want Ajax krijgt een indirecte vrije schop te nemen, waaruit Zwart de bal keihard inschiet. 2-0 voor Ajax, in een wedstrijd waarin Spartak voornamelijk aanvallend blijft spelen. De technisch zeer knappe Slowaken hebben echter niemand om uit de vaak snelle doorbraken tot doelpunten te komen. Toch is er voor Ajax alle reden om deze offensieve acties goed in de gaten te houden. Wat trainer Michels in ieder geval doet. Er zijn momenten waarop Ajax geheel op eigen helft wordt teruggedrongen. Maar zoals gezegd, Spartak, dat ook gehandicapt wordt door de afwezigheid van een van zijn sterkste spelers, weet het Ajax-doel niet te vinden. Sommige Amsterdamse supporters zouden de bal wel het doel van Spartak in willen kijken. En in de 21ste minuut krijgen die hun zin. Dan ontstaat uit een fraaie aanval Ajax derde doelpunt. Keizer rond een afgemeten voorzet van Zwart met een magnifieke kopbal af. Zo fraai was dit beslissende doelpunt dat we het u nog eens uit een andere hoek laten zien. Van Benny Muller ging de bal naar Henk Groot, die hem doorschoof naar Danielsson. Deze draaide ermee om zijn as en plaatste hem door naar de rechtervleugel, waar Jacques Zwart op tijd arriveerde. En de rest weten we nu. De 3-0 overwinning zal hopelijk genoeg zijn voor de tweede halve finale in Slowakije. En dan zal Ajax naar Madrid kunnen voor de finale.